Vandaag is het misschien wel de meest spannende Bankzitters video ooit. Want vandaag zijn wij één groot team. Dit is wedden dat wij het kunnen. Er komen zometeen allemaal challenges hier. Waarvan wij moeten zeggen of wij hem als team aandurven. Ja of nee? De mensen die zeggen, ja, dat durf ik aan. Die gaan hem uitvoeren. Als ze het halen, krijgen ze een punt. Als ze het niet halen, krijgen de mensen die nee stemmen. En dus niet meedoen een punt. Dus het is echt een teamprestatie, maar je kan ook een eenmansteam zijn dus. Ja, uiteindelijk is het individueel altijd wel. Oh, maar je kan elkaar ook nakken dus. Nee, ook, dat wil ik wel even afspreken. Het zou kunnen, maar laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen dan. Tijd voor ronde 1. Wedden dat wij deze Kanta samen 5 seconden kunnen optillen. Rio! Rio is eigen Kanta meegenomen. Waar rijdt hij? Rio naartoe. Ja, hij heeft van zijn stagevergoeding een nieuwe auto gekocht, mensen. Wauw. Staat je goed, jongen? Meneer, u mag hier niet... Pak hem. Komt zo gehandicapt uit die auto, zet hem gewoon recht neer voor onze video-opname. Kijk jongens, nu begint dus een beetje de overlegfase. Wij mogen gewoon bespreken wat we gaan doen. Ja, ik verdwijn letterlijk achter dit ding. Wat denken jullie dat deze Kanta weegt? 400? 500? 500, ja. Ik denk niet 500, want dan zouden wij het met z'n 5 al helemaal nooit redden. Wauw, goed punt van Roel. Als wat kun jij deadliften of tillen? Ik hem? Ja? Je moeder. ik denk namelijk dat als jij niet meedoet, dat wij het met z'n 4 gewoon sowieso niet halen. Dit moet je vleien, deze opmerking, dus zeg even wat je PR is. Ik denk rond de 80. Wow, serieus? Wauw. 80. En dat zie je ook wel. Het is sowieso veel hoger dan 80, want ik heb dat zelfs een keer gedaan. Is dat slecht? Het is wel veel hoger dan 80. Ja, weet iedereen wat hij gaat doen? Ja. Dan wil ik graag jullie antwoorden zien. Niet nakken. In 3, niet nakken. 2, 1. In de second, 1. Nee. Godverdomme. Ah, we gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Tuurlijk, maatje. We gaan het doen. 500 kilo's. Die hele video gaat zo worden. Uiteindelijk gaan we niks. We gaan geen één opdracht halen. Even kijken. Even een beetje oefenen. Oké, dit wordt echt wel heel simpel. Milo, denk alsjeblieft aan je rug. Nee. Nee, ja, dan hadden jullie maar ja moeten zeggen. Nu niet zo gaan lopen doen. Misschien moet je hem aan het dakrekje optillen. Ja, dat zou ik ook niet kijken, maar er zit zoveel vering in dat ding. Keer. Nou is het echt tijd voor beast mode, man. Ready? Ja. 3, 2, Milo, je rug. Is hij los? Milo, je rug. Denk aan je rug. Ja, welke rug? Maar kan mij dus geen rug, man. Ik moet een punt hebben. Het enige wat er gebeurt is dat de vering een beetje omhoog komt. Mogen we inmiddels weten hoeveel dit ding weegt? 350 kilo. 350 kilo? Jongens, kutspel. Dit is een niet. Fucking rijers, helaas. Ronde 2. Wedden dat we binnen 5 minuten 10 mensen tegelijkertijd in een FaceTime groepsgesprek kunnen krijgen, exclusief onszelf. Oei. Je kan dus tegelijk in een FaceTime gesprek zitten. Je kan groepsbellen. Ik heb dit nog nooit gedaan, ik ben echt een boomer. Fysieke afspraken, daar hou ik van. Lekker met z'n allen in de kring, lekker met een kaasje en een nootje, weet je wel. Dat vind ik gewoon echt leuk. Ben je gek op. In principe zijn er mensen nu gewoon aan het werk. Ah, maar die van mij zit allemaal gewoon in de WW, hoor. Ik denk wel dat als de mensen op kantoor proberen, dat die binnen no time in dat gesprek zitten. Dit lijkt mij vrij haalbaar, toch? Ja, dat dacht ik bij die auto ook. 3, 2, 1. Kut. Oh, alleen mannen! Ik dacht iedereen nee ging doen. Dit haal je toch in je eentje? Ja, maar zelfs in je eentje haal je het. Ik dacht echt dat jullie allemaal nee zouden doen, weer, man. Nee, maar met die groepje naar kantoor, dan heb je het al. Ja, als ze opnemen, ja. Ja, nemen die op. Eén iemand hoeft het gesprek te starten en de rest kan ze normaal bellen van jou even. Nee, niet appen, Matt. Hallo! Ben je die telefoon opnemen? Niet saboteren. App snel in de groepschat dat het niet mag. Jongens, jullie tijd van 5 minuten. Start nu om 10 mensen te rijden. Ik bel mij even, dan zitten we met z'n vieren. Maar dat telt dus niet. Dit was zo'n bom aan prikkels zo meteen van iedereen die met elkaar praten. Hé, daar is die! Rut! Rutje! Ik kan al 3 mensen doen voor nog. Nee. Even los! Nummer 3 is in de building. Team, ik wat er goed op 1 telefoon. Ik bel Roxy even, ja? Maar er staan nog steeds 6 personen actief. Dat kan nog niet, er zijn toch veel meer. Er zitten al veel mensen in. Melis zit er ook in! Melis! Ja! Jongens! Ja! Wint op 8! We zijn er toch niet? Ja, we zijn er! Ja! Jongens, dank jullie wel! Top gedaan! Gelijk ophangen, ook die mensen denken ook van wat is dit? Zit ik met z'n allen in al. Geen vertrouwen in de sociale vaardigheden. Gefeliciteerd, maar het werd nog best moeilijk, man. En ja, dat is nog wel... Die Russen gaan niet goed uit. Ronde 3. Wedden dat wij samen minimaal 10 ogen kunnen gooien met deze dobbelsteen. Iedereen mag 1 keer gooien. Maar even, ja is gegarandeerd een punt. Nee, als iedereen 1 gooit niet.
Ja, maar als in statistisch gezien kan je niet onder de 10 gooien. Dat kan niet. Wat wel zo is, kijk, die Kanta, die kan je eentje niet optillen. Nee. Maar als in, het zou kunnen. Ja, als in, nee. Maar, snap je wat ik bedoel? Als je sterk genoeg bent, dan kan ja. het. Ja, stel. Dit kan nooit. Je eentje kan gewoon niet. Je hebt 36 verschillende combinaties waarbij er 5 hoog genoeg zijn. Ja. Dus 5, 36. Dat is niet heel veel kans. 36 verschillende combinaties. Goed. Dit is heel simpel, vind ik. 3. 2, 1. Godverdomme! Godverdomme! Jij hebt toch nee? Oh, jullie hebben ook nee? Ja. Nee, dit is zo goed. Als één van jullie 3 gooit, is het al klaar. Ja. Nee was altijd het beste antwoord. Oh, als jij 1, 2 of 3 gooit. Oh, joh. Ja, maar het is een spel van kans. Zeg gewoon 4, dan ligt echt de druk op mijn schouder. Kom op. Pieperzon, wat doe jij nou weer? Sorry. Waar is Pieperzon? Sorry. Leuke ronde. We gaan door. Ronde 4. Wedden dat wij gezamenlijk binnen 5 minuten 10.000 likes op nieuwe Instagram posts kunnen halen. 5 minuten. En dan hebben we het over persoonlijke kanalen, neem ik aan. Wat hou je in 5 minuten? 2.000? Vaak, je hebt het toch gewoon rond de, in een half uur heb je dat 10.000 normaal of zo? Wil je even je shirt aanhouden? Ja, hoe gaan we die likes nooit krijgen? Iedereen klaar? Nee, ik twijfel van man. Dan wil ik graag de bordjes zien in 3, 2, 1. Ik ga op kleurtje. Ik ga meteen gewoon oude rare shit posten. Okay. In 3, 2, 1, go! Tijd loopt. Okay, hoe voor is ook weer een bericht? Dat heb ik al zo lang niet gedaan. Deze is wel echt tof, man. Zie je mijn schoen samen? Maatjes. Maatjes. Er zitten weer wat dingen bij en zo. Maatjes. Ik post gewoon meteen. Hoppa. Delen. Gaat wel redden, denk ik. Komt nog een nieuwe op. Die is ook echt tof, hoor. Ik zou hem snel in de gaten houden. Oh. Die eerste heeft al 500 likes, man. Donderstaal op, man. 500. Hoe lang heb ik nog? Maar dat is weinig. Hoe lang heb ik 500. Nog? 500. 3 minuten. Ah, mooi. Die derde is ook goed, man. Even snelle pika zonder maatje. Leuker of wie? Doe ik nog 1,50. Kan er wel, waarom ook niet? 1200, 300, 200, 25. Wat post hij hier nou weer? Hey, die eerste gaat al richting de 1500 likes, man. Oh, ik heb nu is dat echt een top op, jongen. Die is echt vet. Hey, die derde post gaat hard, man. Die derde post gaat wat harder is dat? Dan. Ja, die solo. Die gaat harder dan die. Solo, nee, die is niet solo trouwens. Die derde post gaat harder dan die tweede post. Ah, die caption is goed uit. 3, 2, 1. Stop de tijd! Puntje. Ik wil nu refreshen. Ik heb gerefreshed. Foto 1 heeft 1848 likes. Foto 2, ja. 817 likes. Foto 3, 1715 zo, likes. Zo! De foto van Matt zelf, 768. Mooi. En dan foto met ander maatje, ja. Doet wel een stuk minder. 398. Dan komen wij op een totaal aan likes in 5 minuten. Ik denk een persoonlijk record. Dan wil ik je me feliciteren. 5811 likes. Bedankt. Nou, wel goed. Had ik nog een paar minuten extra gegeven, dan had ik het gehaald. Het challenge is niet gedaan. Of wat meer volgers, één van de twee. Wedden dat wij binnen 5 minuten een ketting van 20 heliumballonnen kunnen maken. Ik zie daar wat hulpmiddelen. Ik denk helium. Oh. Wow. Even testen of het echt helium is. Nee, dat is heel gevaarlijk. Wat? Dat is heel gevaarlijk. Wat? Dat zo in je mond zetten. Als in, Yuzu. Dat kan je luchtpijp bevriezen. Ja, doe maar. Maar niet doen. Dit is wel te doen als je een beetje fijne motoriek hebt. Maar dan kan ik even langs me. Naast me. 5 man van ons. Niemand heeft motoriek. 4 van die dingen per minuut. Dat klopt, maar dan moet dus iedereen ja zeggen. En dat is het spel. Ik denk, Yuzu, dat ik dit in mijn eentje al kan. Nou, dan zou ik zeggen, gefeliciteerd. Dit lijkt mij bijzonder simpel. Jongens, laten we even, maar even voordat we gaan doen, laten we ervoor gaan. We moeten sowieso, vind ik eigenlijk vandaag, één opdracht even met z'n allen laten zien aan het publiek. Ik zou zeggen, dat is deze. En dan maak ik het ook zeggen. En dan maak het dus voor de punten, maak het ook niet uit. Want dan heeft iedereen hem wel of niet. Maar deze, laten wij zien aan Nederland dat wij als team echt iets kunnen neerzetten. Ja, ik zou deze doen. Ja. 3, 2, 1. Ja. Nee. Ik heb nee. Roer man. Ik ook nee. Ja. Ik denk dat wij onderschat hebben, of eigenlijk dat zij onderschatten, dat de hele is natuurlijk heel kut. In mijn eentje was het natuurlijk niet gelukt, maar met 2 echt, ja, makkelijk. Ja, jullie zijn wel het beste team dat dit kan. Ik kan helemaal dat knopen niet, man. Ja. Ik kan helemaal niet meer mijn vingertjes. Jij blaast ze op en je knoopt ze. En ik ga even lunchen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan tel ik af. In 3, 2, 1, go! Dit is echt moeilijk, man. Succes, mannen. Goed zo, Roel.
Dit is goed, toch? Ja. Wat krijgt die knubbel dan niet in? Eén, ja, die maar Roel is hier ook. Roel, sorry, het spijt me zo. Ik ga niet zo. Ik heb hier geen motoriek voor, man. Kap ermee. Roel moet het al zo eens eentje doen. Wat hij dacht dat hij wel zou kunnen, dus dat scheelt. Maar de eerste minuut. Ja. Ja, die is. En dat nu is in de streken. Jullie zitten machine. Op precies vier ballonnen volgens mij, toch? Ja. Ja. Nou, drie. Goed erop. Het tempo zal toch omhoog goed doen. Maar ze moeten wel eens vallen, anders vliegen ze niet naar boven. Ja. Oh! Oh. Zijn die knopen moeilijk? Ja, dat touw vier groen al. Hij heeft ook eentje tussen zijn benen. Ja, ja, maar... En dan is het nu maar hopen dat er minimaal 21 ballonnen in het bakje zaten, anders hebben we een probleem. Kijk, nu gaat het wel. Wauw. Ah, dit Roelie. Is Roelie. Roelie. Dat stond de bottom eigenlijk. En nog één. Oh nee. Maar gelukkig kopte die hem bijna terug. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Nu, na deze 13? Oh. Dan wordt het een race tegen de klok als je mij vraagt. Hoe knopen nu echt razendsnel? Ja. Door dat lusje en dan meteen aantrekken. Hoe had dat heel snel. En dan is het toch zo zonde dat er twee naar het plafond gestegen zijn, hè? Net nodig. Oei, oei, boys, laatste minuut. De laatste minuut. Het gaat niet als een tour meer. Ik ga vertellen, ja. Ik help ze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 al. 16. Dit wordt 17. Oh, dit wordt 17. Dat zou het zo kunnen lukken. Komt die aan? 18. 18. 18. 18. Nu een halve minuut. Een halve minuut. Gaan we halen. Ho! Ho! Die is spannend. Ja. En wat is die? Wat is die? De laatste. De laatste. Wat is die? Mat blaas nu. We hebben nog 15 seconden. Ja, kut, deze. Kut, kut, kut. 9, 8, 7, 6. Ja! 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 Ja, ik heb niks compleet! Vieze heliumvingers. Maar dan moet de hele video ophalen. Hey, nog, het is echt een ketting, mooi. Ja, echt een ketting. Ook idee. Wedden dat wij allemaal binnen 1 minuut volledig van outfit met een andere bankje zou kunnen wisselen. Dit betekent dat het dus helemaal niet uitmaakt of je met 2 of met 4 man. Iedereen moet gewoon uitkleden en aankleden. Wat als 1 iemand het maar doet? Ja, dan ben je de lul. Dan ben je gewoon zo de lul. Dan lukt het dus niet. Oh, je hebt een minuut. Ja, ja. Ja, het lijkt me ook dat dit wel lukt, ja. Als mensen gaan nakken en dat er maar 1 iemand is, dan is het natuurlijk een probleem. Dit is ook weer een gratis punt, man. 3, 2, 1. Oh, ik was echt bang dat ik gespukt zou worden. Oh, Matt wilde nakken. Matt wilde nakken. Ik dacht dat iedereen ging nakken. Oh, Matt wilde nakken. Oh, hier is. Wordt afgestraft, jongen, dat gedrag. Laten we dit slim doen. Ik wissel met Koen en Roel wissel met Miel. Ja. Dat lijkt me het makkelijkst, toch? Jongens, 1 minuut hebben jullie zo meteen. Om volledig van outfit te wisselen met een andere bankzitter. En jullie tijd gaat nu in. Ook de sokken. Ik denk dat alles best wel te doen is, behalve die... Die stroeve sokken. Bro, Rob, ik zie gewoon heel die beelden aan hier, man. Ah, dit gaat toch heel eenvoudig. Die sokken aandoen. Jongens, jullie zitten op de helft. Ja, dit gaan jullie doen. Die sokken, jij steekt ook man op. Ik bedoel, die sokken! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Helemaal gelukt! Ik kan wel even dicht. Dit ziet er zo raar uit. Het was nog close, man. Wedden dat wij een succesvolle rij domino-stenen van 10 meter binnen 5 minuten kunnen maken. Dit is mijn spel, man. Ik ben benieuwd wat er onder het doek ligt, want als het hele kleine domino-steentjes zijn... Moet ik toveren? Ja. Ja. Normale domino-stenen. Normale domino-stenen. Gewoon normale stenen, van die plastic. 26,5 meter of track staat erop. Ja, in totaal is het dus 26,5 meter. Nee, 100% niet. Veel meer. Dan heb je 3 centimeter per steen, dat kan wel kloppen. Dat kan wel kloppen, toch? Nou, dan wil ik jullie heel veel succes, mensen, met 400 stenen in 5 minuten neerzetten. Want dat is dan de rekensom. Stel je dus met z'n 5, heb je 80 stenen per persoon? Nee, ja, het gaat wel snel, toch? Op zich. Ja, het is vooral, weet je wat lastig is als je er 1 omtikt. En dan ben je in één keer weer 5 meter terug. Deze kunnen we halen als we het met z'n allen doen. Ik vind dit er één om allemaal ja te stemmen. Vind ik ook.
Yushu. Dat wil ik graag in de VAR hebben als hij zo meteen het bordje nee heeft. Doen we ook de hand erop schudden? Ja. Ik ga nee stemmen. Nee, oh, jij wil nee, hoe is het mee, nou ja, omdat het zelfs met vijf lukt het niet. Ja, maar dat lukt wel met vijf. Ja, maar dan gaan we ten eerste met z'n vijven ten onder. Met een trillende handen. Je verliest er niks mee. Oké, okay, prima. Ik ga niet. Ja, nee. Nee, Roel. Ja, als ik niet ja, dan kan je er ook ja doen. Oké, okay, is goed, is goed. Als vrienden schudden wij nu de handen. Ik zou je nooit nakken. We gaan Nederland laten zien dat wij samen kracht hebben om alles te nelen wat we willen. Degene die hier nakt, jongen, echt, ik nuk je in je kont. 3, 2, 1. Roel, jij bent de We pakken hem. Jij bent de leier, jongen. Jongens, ik wil eerst ook even iets benoemen van vorige opdracht. Ik kom zojuist tot de conclusie dat ik Koens broek verkeerd omhaal heb. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. Maakt niet uit. Nou, het zit wel onhandig, man. Vriendschap boven alles. Vriendschap boven alles. Wij hebben het aan elkaar bewezen. En die Roel die zei, ik ga ja zeggen en gewoon nee zeggen. Jongens, wat kunnen dit? Mannen. Het eerste gedeelte van jullie challenge, waar jullie 5 minuten voor hebben, gaat nu in. Oh shit, ik heb zweethanden. Oh, dit is echt moeilijk, man. Oh, ze zijn klein, man. Oh, dit is echt niet leuk. Oh, ik merk dat Matt die gaat richting Miel, Miel gaat richting Koen. Dus Rob die staat er een beetje alleen voor. Jongens, vergeet niet ze dicht genoeg bij elkaar te zetten. Godver, daar ging die al. Die mat zijn allemaal om. Die mat zijn allemaal om. Jongens, jullie moeten echt compenseren voor mijn motoriek. Maar we komen helemaal niet in één lijn uit als ik zo zit te kijken. Jawel, kom gewoon naar mij toe. Ik merk wel dat Koen die gaat zeg maar richting de andere kant van het... We zitten totaal niet op één lijn. Jongens, af en toe even een gaatje maken. Goeie. En vergeet dat dan niet. Vergeet die gaatje niet. Leg er een steentje naast. Dat je nog ziet, zeg maar, zo dwars. Slim. Hele goede tip. Jullie hebben nog 3 minuten. Nee! Oh, ja, dan moet je tussen Rob en Matt in gaan zitten. Ja, en je zekeringen moet je weghalen. Ik heb niet heel veel bijgedragen. Dat gat tussen Rob en Matt is heel groot. Matt, ga jij daar maar weg anders. Ik maak dit wel af. Ik heb hier af. Nog 1 minuut. Wij met alle bankjes dus samen kunnen alles aan. Koen doet er 2 tegelijk. Koen, 40 seconden. Je bent echt fucking goed hierin, man. Nog 30 seconden. Nee! Help een Miel. Nog 20 seconden. Je zekering draait bij Koen. 10. 9. Dit is zekering, man. Geen zekering. 5. 4. 3. 2. 1. Handen los. Daar is veel ruimte, man. Ik vind dat daar veel ruimte zit. Wow, deze gaat het niet redden, man. Deze haalt het nooit. Nooit. Domme. Je haalt het nooit. Laten we eerst meten of dat 10 meter is. Ik vind het een geile ringetje, trouwens. Krikkie. 10.4. Zo! Dat zit goed. Dat is natuurlijk geen probleem. Maar wat niet, dat nou niet. Dat is wind. Kom maar. Zijn jullie klaar voor? 10 meter dominobaan in 5 minuten. Wat ik hier zie. Nou goed. Ready? Ja. In 3, 2, 1. Ja. Dat ben ik niet geweest, jongen! Die hoor je maar zeker, jij. Helemaal niet! Helemaal niet! Het is nou blijkbaar weer dat zonder mij kunnen ze dit helemaal niet. Ik zit bij alle gevulde pogingen. Wedden dat wij gezamenlijk 10 Big Macs in 5 minuten kunnen opnemen. Lees het verkeerd voor. 10 Big Macs! Maar voor mij bedoel je 10 Big Macs! Het is wel rot als Koen ja zegt, want daar heb je dus helemaal niks aan. Hebben jullie er zin in? Ja, ik dus ook. Ja, kijk, ik ben bang dat ik nu meega in dit gezamenlijk ding en dat jullie dan allemaal nee zeggen en ik als enige ja. Bro, die 10 Big Macs, dat is mijn challenge. Maar goed, nak me maar. Hij wil dus laten we het doen. Ja. We moeten de kijkers even laten zien wat we kunnen. Dit gaan we doen, ja. 3, 2, 1. Dat zijn echt 100 koppen bij elkaar, joh. Je voelt het toch aankomen. Okay, wij staan op achter allebei, omdat wij naïef zijn. Ja. Wij hebben vertrouwen in onze vriendschap. Nee, jullie zeggen we gaan het doen. En ik zie Rob daar. En ik zie Koen. En denk ik, ja, dit... Ik kan er zeker anderhalf.
verzon, man. Kan ook. Joh, maar die punten gaan we natuurlijk toch niet halen, maar ik kan wel lekker een Big Mac eten. Prima toch? Ik denk dat het wel kan, hoor. Het kan sowieso. Nou, ze kunnen er niet eens 5 op. Al krijg je ze een half uur. Maatje. Big Mac maatje. Jij moet leveren. Ja, jij ook. Hey, ik ga ervan genieten. Zijn we er klaar voor, jongens? In 3, 2, 1, go! Ik ben vooral benieuwd wat Miel gaat halen, want hij is zeg maar natuurlijk echt wel degene die het meeste op zou kunnen van ons. Ja, is dat zo? Ja, man. Ja. Ik twijfel daar de laatste tijd een beetje over, man. Ik weet niet of hij een snelle eter is. Jij bent bijvoorbeeld heel snel. Jij bent ook snel, man. Ik kan ook wel redelijk snel eten. Dit was een call of the challenge. In een halve minuut eten zij op een lege maag een halve Big Mac. Maar Big Mac is ook een delicatesse, daar moet je van genieten. Hij is wel droog. We zijn al dikke minuut bezig en jullie zitten op 3/4 ongeveer. Misschien was dat met 5 niet eens gelukt, man. Nee, dat zei ik. Met 5 kansloos. Kijk, ik bestelde mensen 10 en dan gooi ik een 9,5 weg. Kijk. Oh, maar het is ook wel zo'n nare gedachte. Milo gaat natuurlijk bij één activiteit gaat hij gutsen. Heel erg. Echt veel. En dat is als hij aan het eten is. Hey, in 2 minuten en ik zie bij beide toch wel het eerste beurtjes op. Laat hem niet gek maken, man. Niet opgeven, lief. Ik doe het niet voor hem. Ik doe het voor de kijkers. En voor mij. En voor Ron Jans. Kill het boodschaplijstje. Big Mac. Big Mac. Big Mac. Loskreuntjes, lekker zeg. Dat is misschien wel de kansloosste challenge die wij hier ooit hebben gezien, man. Dat is een serieus spannende challenge. 4, 3, 2, 1, stop het eten. Er is hier misschien geen punt gescoord door ons, maar is hier een statement gemaakt. Ja, maar als je punten wil pakken, had je met maximaal 4 moeten doen. Anders heb je er niks aan. We worden gewoon genakt voor onze vriendschap. Wedden dat wij gezamenlijk 10 kapsels van profvoetballers kunnen herkennen. We mogen er 1 fout hebben. Dit kan je alleen halen als Matt erbij is voor me. Daarom, ik wilde net opgooien van wie is hier goed in. Die kan dus heel reverse gaan spelen. Ik ben niet meer zo goed als vroeger. Ik denk dat dit wel goed kan, man. Maar dan hebben ze straks 10 kale hoofden. Kijk, we mogen er 10 kale hoofden zitten. Het gaat natuurlijk om hoe herkenbaar is. Kijk, als daar het haar van David Louis zit, ja, dat herken ik wel. Ja, maar dat kan ook Gwen Doozy zijn tegenwoordig. Wout Vaas. Wie? Ja, nou precies. Ja? Ja. 3, 2, 1. Ho! Oeh, alleen Miel niet! Wat zouden we doen, man? Nee, met z'n vieren. Oh, met z'n vieren! Nee, ik denk dat je 1 foutje eigenlijk wel maakt. Ik weet niet hoe moeilijk die dingen zijn. Klopt, 1 foutje mag je ook hebben. Oh ja, kut. Ik heb een idee. Ik zou zeggen, als we hem zien, denk eerst even zelf na. Ja. En dat je allemaal een mening hebt. Ja. Niet dat iemand ernaast zit dat je dan tunnelvisie hebt. Ja. Goed. Ja, dit is logisch. Ja, dit is. Hey, nee, eerst voor jezelf bedenken. Hey, als dit het niveau is. Ja, dan. Ik moet het halen. Dat wist ik nog niet. Als dit het niveau is. Wie zou het zijn? Nathan Rutjes zijn wel mee. Nathan Rutjes. Nathan Rutjes. Klasse. De inkoppertje. Ja. Ja. Ik zie het. Ja, dat is die hele rare toef, man. Ik zou zeggen Ryan Babel. Ja, ik vind wel... Heupschot. Sowieso heupschot, man. Die vorm van het hoofd is ook heel herkenbaar. Ja, heel herkenbaar. Je bedoelt een spits met dit? Ja, nee, hij heeft zoveel vastgoed. Rian. Ja hoor, het is Rian. Lekker. Lekker. Ja. 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 Ronaldo, Luis Nazario de Lima. 3 goed, jongens. Ho! Oh, ja. Ja. We hebben het net nog over gehad, toch, of niet? Nee. Ik zou zeggen... Ik weet 100% zeker. Dat is Vidal. Dit is Arturo, Arturo Vidal. Het niveau het wordt wel iets moeilijker. Dat geeft me hoop. Ja. Oh, maar ik word helemaal niet goed. Ja, moeten we hier overleggen of gaan we gelijk zeggen dat... Maar is het Matthias, denk je? Of is het... Nee, nee, niet wel. Ja, bij Sparta had hij dit gehad. Ja, dat zou ook anders kunnen. Dit is Paul Pogba natuurlijk. Paul Pogba. Oh, dit is Calvin. Bro, ik denk dat ik het weet, man. Ik zou zeggen misschien wel Griezmann, man. Oh, ik zat te denken aan Dries Mertens. Oh! dit is toch, als ik iets op me gooi, dit is toch gewoon Neymar? Oh ja? Ja? Oh ja, dat kan ook wel. Ik hoor veel verschillende namen. Volgens mij is dit Neymar, man. Oké. Ja, het is 2 stemmen. 2 stemmen voor Neymar, eentje voor Mertens, eentje voor... Griezmann is ook niet gek, maar... Nee, het is geen Griezmann. Ja, voor Neymar. Neymar. God! Jij, joh! Spaghetti! Ja, spaghetti, boys! Stel nu 3. Hey, dit is Caroline Borgers. Verleni. Dit is Marouane Fellaini. Verleni. Huh? Nee. Meisje Miedema. Hier gaan ze. Hier gaan ze. Oh, joh, er komt hier eerste fout. Hoe heet die legend van Feyenoord? Ja, die is van de man. Ja. Van die lokken. Dat is ook mijn eerste ingeving. Dat was ook mijn eerste ingeving, man. Maar daar vind ik de foto weer eigenlijk niet oud genoeg. Jawel, jawel. Het was al jaren 90, man. Hier komt het eerste foutje uit. Gooien we die? Ja, we gooien die wel. John de Wolf. John de Wolf. John de Wolf. Het is John de Wolf. Die wist je niet eens, man. Hoe raak je dit? Boys. Deze goed hebben. Deze legend.
Zo'n expresfout doen. 50 miljoen plus natuurlijk is die waard. Beste speler van de Eredivisie. En dit is Bakayoko, man. Ja, is, Bakayoko. Is het niet mooi scheme dan toevallig op gaan? Bakayoko. Johan. Is dat hem? Ja, toch? Ja, toch? Ja, nou, heilig, dus dat zal het wel zijn. Nee, je hebt nu een 9 goed, Bas. Nee, nee, is het Doku? Is het Doku? Het is het niet. Het is Jeremy Doku. Jeremy Doku. Ja. Come on. Bang some goals sinds 2008. Want even jullie denken wie het is. Is Messi. Gezegd is gezegd. Oké, okay, mannen, de allerlaatste. Cruciaal. Ja. Ja. Easy. Ja. Easy. Yes. Easy. Oh. Legend. Ja. Dit is toch Puyol? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nee, dit is wel Carles Puyol. Puyol. Ja! Boys! Voetbalkanaal! Wauw! Tuurlijk redden we dit! Puntjes, puntjes, puntjes. En die Milo! Ja. 0 punten erbij voor jou. Wedden dat wij gezamenlijk 50 wasknijpers op onze gezichten kunnen plaatsen binnen 1 minuut. Zo simpel. Als we met z'n vijven doen. Ja. Ik denk dat je in 1 minuut op je eigen hoofd zeker 20 kan. Jij hebt een klein hoofdje natuurlijk, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dit kan. Ik ga ervoor, jongens. Gaat iemand met me mee? Zeker. Ja, ja, zeker. Ik kan. Usual. 3, 2, 1. Godverdomme. Hij doet echt ja. Hij doet echt ja. Yo, hij doet echt ja. Je had verwacht als 1 uur 9 dat je dan al genoeg had. Ja, zeker. Dat red je makkelijk. Alleen kan het misschien ook wel. Je weet het niet. Stel je doet het alleen, zou wel echt ziek zijn, man. Ben je klaar voor? Ja. Dan ga ik je op tijd. In 3, 2, 1, go. 2 op de lelletjes. Oh, 2 op het schelpie. Nog een eentje op boven het schelpie. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Godver. 10 seconden voorbij. Goed, goed. Je loopt op schema nog. Hij telt ook zijn boven- en onderlip. Je neus die zit in de weg, man. Hij telt ook zijn boven- en zijn onderlip, maar dat... Oh! Even de pijn heen bijten als je wil winnen. Zie jij je baard? Je hebt nog heel veel op je oren over, man. Ja, ja. Ruimte. Heel veel ruimte op je oor. Gewoon midden op je huid op je voorhoofd gaan. Dit moet trouwens voor de rest van het spel opblijven. Je moet fronzen. 10. 9. Met 2 man was het zeker gelukt. Alles goed. 2. 1. Oh. Hoe was je er? 14. Ah, toch mooi. Toch. Mooi. Met 3 mannen je het zeker gered. Ja. Denk ik ook. Ja, ja, zeker. Dus je had nog eigenlijk net 2 mensen moeten overtuigen. Iets meer. Jongens, volgende ronde. Wat mij meteen opvalt, is daar 2 hele grote tieten en een penis. Had je niet iets anders kunnen als vergelijking kunnen doen? Ja, zeker. Wedden dat we binnen 5 minuten dit aquarium met water kunnen vullen door met je mond water over te spuwen. Oh, maar dit is een voordeel als je dus met minder bent. Laat eens kijken. Hoezo? Hoezo? Nee, hoezo? Wat zeg jij nou weer? Ja, dan hoef je dus maar met 2 man te doen, toch? Ja. 2 bakken met water. Dan moet je in je mond. Het is dus geen tieten, dat is balen. Maar kan dit dan nog een penis zijn? Oh, ik dacht dat het... Bro, ik dacht dus dat het van mond naar mond moest. Maar jij bent zo joe, ouwe. Nee, wat? Ja. Homo. Dat is wat ik dacht. Ja. En tuurlijk denk je dat weer. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Ho, alleen mat niet. Hij durft hem niet aan. Ho. Hij durft hem niet aan. Ze hadden zoveelste keer dat mat niet mee. Hij durft hem niet aan. Iets doen, of niet? Jullie tijd, jongens, van 5 minuten gaat nu in. Oh jee, dit gaat zo simpel. Oh, hij zit al halverwege. Oh nee, oh nee. Oh, wat zit ik er weer naast? Oh, dat was een beetje mors. Ah, come on, boys! Oh. Het is leuk dat die vissen meestijgen. Wat een bizar tempo, jongens. Oh. Geluidje. Misschien iets langer gorgelen. Jullie zitten bij hem te helpen. Jullie hebben nog meer dan 4 minuten. Niet behoorlijk doorsnikken, dat gebeurde mij net. Godverdomme! Je lijkt me af! Boys! Je stond in de weg, bro! Wat een ranzige toelie, man. Hallo, dat is mijn shirt. Maar jullie maken er gewoon een spel van, man. Boy, ik moet plassen, man. Minder dan 3 minuutjes nog, jongens. Heerlijk, boys. Goed bezig, boys. Fuck!
We hebben hem wel hoor. Jongens, jullie hebben hem gehaald. Met nog dik meer dan 2 minuten op de klok. Lekker boys. Boys. Hey, we hebben helemaal niet veel ernaast gehoord. De laatste weddenschap. Holy. Oh. Hier heb je altijd nog wel dat, je hebt dus eigenlijk officieel van de alle, tot de laatste weddenschap die je dus allemaal gehaald. Maar dit is altijd het moment dat je genakt wordt. Het is wel vrij bizar dat jij oprecht alle punten hebt. Ik heb tot nu toe elke challenge afgesloten met een punt. Ja. Ja, en je hebt ook alle dingen gehaald. Wedden dat we samen de best bekeken bankchallenge video's in volgorde kunnen opnoemen. Elk punt dat je nu hebt is een leven. Oh, dus we hoeven nu niet meer te stemmen ja of nee? Tering. Ja, tering, man. Als ik 15 punten had. Maar als in, dit gaat dus door tot... Tot je dood bent, ja. Ik heb wel het voordeel dat ik volgens mij nummer 1 wel weet. Bro. Dat zou goal zijn. Ja. De best bekeken video op kanaal, ik zeg... Niks. Klopt, ja. Ik zou dan denken... Wacht even, nu ga ik twijfelen. Ik zou dan zeggen, je blik richt je mij. Dan denk ik dat nummer 3 die andere is, stapelgek. Ik twijfel man. Kut. En volgens mij komen we dan bij onze best bekeken niet-muziekvideo. En dat is bankzitters bestellen alles van de McDonald's. Nu ben ik klaar. Ja, ik zeg entourage. Oké. Okay. Ik zou zeggen bankzitters doen samen de 10.000 calorieën. Wow! Ik zeg random etenstrijd, de originele, de allereerste. Bankzitters ruilen een dag van leven. Wat? Dan gok ik random etenstrijd 3. Random etenstrijd 2. Godsamme. Oh, ik wil gokken random etenstrijd Milan moet kotsen. Alleen... Dat is 2 man. Dat is 2. Oh, dan random etenstrijd 2. Ja, dat is het man. Die zei ik net, toch? Nee, die zei... Oh, net. Ja. Ik zat heel erg omhoog met Milan moet kotsen, wat dat dier was. Misschien moet je random etenstrijd 2 gokken, Miel. Die zat ik serieus aan te denken. Bankzitters bestellen alles van de KFC. Die staan hier in de top 100, man. Bankzitters entourage. Nu gaat het echt hard op de punten, man. Ik ben er heilig van overtuigd dat het niet de eetwedstrijd met de meeste views is. Maar ik ga toch eetwedstrijd 1 zeggen. Want je moet toch proberen te gokken. Wow, en nou ben ik dus weer precies op het punt. Ja. Je weet nu wel dat het niet 1, 2 of 3 is. Het is niet 1, 2, 3, het is ook niet entourage. De bankjes maken van Rob's kamer en prinsessenkamer. Misschien toch wel recent. Hoe heet die ook weer? Bankzitters Drive-Thru Challenge? De Mac. Die is heel recent. Die heeft een jaar dan 3 mil. 3 punt zoveel. Zo. Bizar, man. Dan ga ik dan entourage zeggen. Dan zou ik dus zeggen, random etenstrijd, Milo moet kotsen. Ik heb nog maar 1 punt, man. Fuck, daar ga ik. Ik zeg gewoon tikkertje in Vegas. Ik ga hem niet meer winnen, denk man. Random etenstrijd 2. Godsamme, man. Bankzitters 24 uur zit daar. Is wel een goeie, ja. Ik moet denken aan deze thumbnail dat Koen boven het dak staat. Ik denk bankzitter verstop je in bankzitter. Nee, man, ik weet hem. Denk ik. Ja. Ik heb nog maar 1 punt, man. Oh, dit is jouw laatste guess, man. Ik denk dat ik het weet ineens. Ik zit te denken aan, als ik nu zo voor me zie en ik ga naar die populairste bankzitter-video's, dan mis ik een thumbnail. Ik denk dat het is kindje breekt pols tijdens voetbalvideo. Wauw. Wauw. Hey, Rip, man. Rip, Miel. 10 euro voor zijn 1000 euro overnachting. Fuck! Godverdomme! Die eet was er bij Roel thuis, die fucking leuk is, want dan stomp ik lavashkiri op jouw shirt. Ah. Ik zeg random SW eten we. Precies. Oh. Hè? Is 4 onze best bekeken? Kanis man, nu zit ik wel eigenlijk weer van, ik ga het gewoon nog een keer proberen om die random etenstrijd 2 of 3, wat ik dus dacht dat de best bekeken zou zijn. Maar voor de zekerheid... Ja, toch voor de zekerheid. Ga ik toch altijd een aasje. Nee joh! Random etenstrijd 2. Verdomme man. Random etenstrijd 3. Oh man, daar ga je. Oh man, daar ga je. Ik heb al 2 punten voor op tekentje Vegas. Ga ik dan strijden ten onder. Oh. Nee, man. Bankzitters overleven 24 uur in de tuin. No, man. Bankzitters overleven 24 uur. Op het dakterras. Hoppa! Oeh. No. Oh, okay. Ja, dat ding is, dan heb je die 3 opties die allemaal weer komen, weet je. Ik ga voor. Rennemeter wedstrijd 3. En nu is de vraag, gaat hij zeggen random etenstrijd 2 of entourage? Hij gaat voor... Ik ben met de random etenstrijd 2. Fuck! Oké, als ik het nu fout heb... Ik denk dat hij best veel video's hebben tussen de 3.3 en de 3.5 miljoen. Zeg maar. Heel veel. Dus ik ga voor... Random etenstrijd. Dat is hem. 1. Ja!
Oh, die comeback king. Goed hè? Entourage videoclip. Ik ga voor 24 uur overleven in de tuin. Come on. Met nog 3 punten over. Zullen we even bordje omhoog doen of je hebt gewonnen, ja of nee? Ja, nee. Ik vond het een leuke dag. Ik vond het een hele leuke dag. Ik heb eigenlijk alles gewonnen wat te winnen valt. Ik voel me een soort Cristiano Ronaldo. Die trouwens in 2004 prachtig haar. 2008. Heeft jij weer. Eindelijk een keer niet individueel spelen, elkaar niet nakken, maar echt een gebroederd gevoel. Doei. De groeten!